waar dit verhaal over gaat. Als je dan even naar je eigen verhaal kijkt, waar ben jij echt duidelijk voor getrokken? Een voorbeeld waarvan je ziet, hier ben ik duidelijk voor getrokken, en een ander die 7 vinkjes heeft, niet. Overadvies. Dus je hebt onderadvisering in Nederland. Dat betekent dat kinderen uit laagopgeleide milieus, kinderen van kleur, die krijgen bij een identieke CITO-score gemiddeld een half schooladvies lager. Ja. Dus al die mensen die nu luisteren, die zeggen, ja, als iemand toch gymnasium heeft of VWO, dat is een streepje voor. Besef, dan zeg je eigenlijk, ik wil kinderen uit de hoogopgeleide middenklasse. Want de rest gaat naar de HAVO. Of moet ontzettend knokken, zoals Joyce Vester, ja, die ik deze week ook spreek, later deze week. En zij werd ook ondergeadviseerd als Nederlander met een Surinaamse achtergrond. Maar zij heeft geknokt met haar ouders. Zij heeft hoogopgeleide ouders. En wat je dus ziet, is als dus kinderen van kleur met hoogopgeleide ouders, die hoogopgeleide ouders die zien het belang van een opleiding, kennen ook de taal, hebben het zelfvertrouwen om tegen de juf in te gaan, dat autoriteitsfiguur. En dan durven ze. Maar het is nog steeds gebeurd. Nog steeds is het zo dat de juf of de meester, dat enorm belangrijke figuur voor een kind van 11, zei, nee, dat kan je niet. Terwijl in jouw geval, zei jouw docent, Ik had een CITO-score waardoor ik naar de HAVO kon. En mijn meester Jos, aan wie ik het boek op heb gedragen, die zei van, nou ja, het waarschijnlijk zijn dag niet. Hè, die jongen moet gewoon naar het gymnasium. Dat was ook zo. Ik heb in 6 jaar het gymnasium gedaan. Ik ben cum laude afgestudeerd. Hoera voor Joris. Maar wat ik bedoel is, hij zag mij. Nou verander je mij van kleur. Nu maak je mij zwart. Of nu maak je mij uit de arbeidersklasse. Dan had hij dat niet gedaan. Volgens de data had hij dat niet gedaan. The Big Five. Diana Matroos. Mijn gast vandaag is journalist en schrijver Joris Luijendijk, schrijver van het boek De 7 Vinkjes. En je kwam uiteindelijk zelf erachter dat je tot die minderheid behoorde toen je bij de Britse krant The Guardian een tijdje gewerkt hebt. En je voelde je daar eigenlijk helemaal niet thuis in die cultuur. En dat werd zo heftig dat je dacht, ik moet hier weg. Ja, kijk, mannen zoals ik bouwen heel weinig incasseringsvermogen op. Omdat we dus nooit worden gediscrimineerd. Ja. En we hoeven ons nooit aan te passen aan een andere cultuur, nooit aan te passen aan een andere sociale klasse. En dus, ik kwam daar begin 40 binnen. En ik moest me gaan aanpassen. En ik moest dus leren codeswitchen. Dus dat betekent dat je dus eigenlijk je anders gedraagt thuis dan je op het werk gedraagt. Ik moest rekening houden met negatieve stereotypen van Europeanen, van Nederlanders. Wij gelden daar als kind-hearted but stupid. En ik was dat niet. Ik ging doodmoe naar huis. Iedere dag. En gaandeweg ging ik beseffen dat er dus honderdduizenden, zo niet miljoenen mensen in Nederland zijn, die eigenlijk in Nederland, in hun eigen land, op hun werk net zo moe en net zo ongelukkig zijn als ik bij The Guardian was, maar dan nog veel erger. Want ik had natuurlijk daar bungee jump. Weet je, als het niet ging, ging ik gewoon terug naar Nederland. En daar was ik weer het mannetje. Ja, en een bevriende moslima van jou die zei ook, je weet nou ook eens even hoe dat voelt. Dat was eigenlijk wat je terugkreeg en waardoor je verder op onderzoek bent gegaan van hoe dat fenomeen nou zit. Maar toch even om te kijken wat er bij The Guardian gebeurt. Want dat is heel leerzaam in wat er gebeurt. Want het gaat allemaal over codes. Codes ook die je niet kent, maar ook hoe mensen met je spreken. Je zegt in jouw boek, de meeste mensen bij The Guardian zijn aardig en geïnteresseerd. Maar het ging wel steeds over wat mij anders maakte. Soms leek het alsof wat ik deed aan mijn nationaliteit werd gekoppeld. Zodat zelfs succesjes mijn positie als outsider onderstreept. Daar kun je daar een paar voorbeelden van geven. Ja, dus het zijn van die dingen als, wat spreek je goed Engels? Dan dacht ik, ja, maar dat is, als je dat vindt, zeg het dan niet. Ja. Weet je, want je zegt het niet over een Engelsman. Ja. En dus als ik dan iets deed wat bijzonder was, zei ze, oh, is dat typisch Nederlands? En dacht ik, want ze hadden nou ook zo'n beeld van Nederland. En dacht ik, hoezo typisch Nederlands? Weet je, waarom moet je het nou weer daarover hebben? Maar ik zat ook bij vergaderingen. En dan viel er dus geen enkel woord dat ik niet kende. En ik had geen idee wat ze hadden besloten. En ik heb dus van heel veel Nederlanders met een migratieachtergrond gehoord. Die ook zeiden van, ja, weet je, dan studeer ik cum laude af. En ik ga werken. En ik denk, nou, ik heb het heel goed gedaan. Zo, ik spreek uitstekend ABN. En dan zit ik bij een vergadering op dat advocatenkantoor aan de Zuidas. Of bij de overheid. En ik denk, wat hebben ze nou besloten? Ja. En toen begin ik te beseffen van bijvoorbeeld de zin, ik denk niet dat dat gaat werken. 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 Er zijn zoveel manieren waarop je over iemands voorstel kan zeggen, ik denk niet dat dat gaan werken. En dat betekent allemaal iets anders. En wat ik besefte, dat omdat ik in Nederland in het reservaat ben opgegroeid, dat wil zeggen dat autochtone, hoogopgeleide middenklasse, mijn ouders al op al die verschillende manieren, ik denk niet dat dit gaat werken, gebruikten zoals later bij NRC en hier bij BNR waarschijnlijk en bij de VPRO, heb ik eigenlijk nooit dat hoeven leren. En wat ik echt leerde van The Guardian is dat zelfs als je niet gediscrimineerd
gediscrimineerd kan worden. Want ik was nog steeds natuurlijk man, wit en hetero. Zijn er nog steeds allerlei uitsluitingsmechanismes die niet zozeer teruggaan op discriminatie, maar gewoon op verschil in cultuur en verschil in omgangsvormen die te maken hebben met sociale klasse en het netwerk. Ik kende niemand daar die naar dezelfde universiteit gegaan was als ik, waardoor ik even kon polsen of dat ik tegenkwam bij een bruiloft of een feestje of zo van, ik zit niet helemaal lekker, wat doe ik fout of zo. Ik zwom daar helemaal. Ja. Ik heb van zoveel Nederlanders met een migratieachtergrond al berichten gehad die zeiden van, ja, dat is totaal wat ik mee heb gemaakt. Dat je die codes gewoon niet begrijpt. En die voorbeelden in het Nederlands zijn gewoon super interessant. Je noemt ook een paar voorbeelden in je boek. In Nederland zal ik nooit tegen een collega zeggen dat hij iets verkeerds heeft gedaan. Er is in zijn werk een foutje geslopen. Ja, dat is precies. Ik had een opschrijfboekje bij me waar ik dus al die uitdrukkingen dan als een bezeming vaak op de wc noteerde. Omdat het dus, het is zo subtiel. Het is zo, maar het gaan ook over die dingen over. Schrijf ik ook in het boek van iemand die ik ken. Die had ik proberen te helpen met een stage. En zij mailde. Het was gelukt. Ik mailde haar. Ik zei: hey, je kunt daar en daar mailen. Zegt ze: oh, wat fijn. Ik moet nog even 2 weken mijn tentamens afmaken. En dan mail ik ze meteen. Iedereen die de autochtone cultuur in Nederland kent, de hoogopgeleide middenklasse, die weet dat dat niet goed is. Je moet meteen mailen. 1 regel, zeggen, ik heb nog 2 weken tentamens, dan kom ik terug. Dan kom je over 2 weken terug met die e-mail. Heb je 2 exposure momenten. Heb je laten zien dat je aan je Nou, dit gaat dus al fout. Dus stel je voor, je haalt iemand binnen in het kader van de diversiteit in je organisatie. En die persoon krijgt 4 e-mailtjes van collega's die zeggen, leuk, zullen we meteen even koffie drinken? En die persoon reageert pas over 2 weken, want ze denkt, ja, maar ik moet eerst nog allerlei andere trainingschappen doen. Dan denken die anderen aan de andere kant, als je nu nog pas komt. Ja, die is niet geïnteresseerd of zo. Precies, op dat soort codes gaat het heel vaak mis. En daardoor denk ik ook dat je dus, het gaat er niet alleen dat je mensen bij de poort binnenlaat. Het is heel belangrijk dat je ze daarna ook coacht in de bedrijfscultuur van je organisatie. Je moet ze niet laten zwemmen. Ja. Er is een hele, Nederland heeft een hele specifieke cultuur. De hoogopgeleide middenklasse heeft ook weer een specifieke cultuur. En als je daarin opgegroeid bent, dan zeg je tegen iedereen, wees gewoon jezelf. Ja. Ja, want jij kan altijd jezelf zijn. Dat is heel goed advies voor mensen zoals jij. Maar dat werkt helemaal niet jezelf zijn. Niet als je op een of andere as anders bent. En zeker niet als je dus een klassemigrant bent. Of een etnische migrant. Uit een ander land komt. Of uit een andere sociale klasse. Je bent opgegroeid in de arbeidersklasse. In een boerengezin. Het is niet voor niks dat mensen uit de arbeidersklasse bijna allemaal gaan praten zoals Joris Luyendijk. Ja. Dat ze desnoods lessen nemen. Dure lessen. Om dus het Nederlands te gaan uitspreken zoals. Ja, want dit gaat over veel meer. Dit gaat niet alleen over kleur en een andere culturele achtergrond. Dit gaat ook over verschillende sociale klassen eigenlijk. Die we ook uitsluiten op een tal van manieren. Het grote, denk ik, vind ik echt tekort in het diversiteitsdenken is dat sociale klassen op een of andere manier zoek lijkt te zijn geraakt. Dus er is een hele lijst waarop de organisatie probeert divers te zijn, maar niet sociale klassen. En sociale klassen is echt een bron van achterstand. Bijvoorbeeld onderadvisering waarover het had. Bijvoorbeeld dat je op een wachtlijst staat voor een sociale huurwoning, waardoor je geen eigen kamer hebt om huiswerk te maken. Dat je ouders je niet de tip geven, als je gaat studeren, moet je er vooral wat naast doen, want dat vinden werkgevers belangrijk. Al die factoren waarin sociale klasse een rol speelt. En het is ook een bron van diversiteit, van waardevolle diversiteit. Ik denk dat bij het ministeries, als daar mensen zouden werken die uit milieus komen waar de ouders laaggeletterd waren, 1 op de 6 volwassenen in Nederland is laaggeletterd, dan zou dat enorm hebben geholpen, denk ik. Bijvoorbeeld bij de coronacommunicatie. Ja. En die onbegrijpelijke regels die we nu hebben. Laten we het even hebben over dat thuiswerken. Hè? Ik bedoel, dat werd natuurlijk allemaal bedacht met mensen die allemaal een leuke Apple-laptop of weet ik veel wat voor hun neus hebben. En ook een kamer waar ze in kunnen zitten. Ja. Daarin zie je al totaal dat het inclusief denken ontbreekt. Nou, het zou denk ik